Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Ik bevind mij in Boezingen langs de Vrijbosroute. Ik heb hier met een aantal mensen afgesproken van de Provinciale Groendiensten, dienstmobiliteit en de aannemer. We gaan even kijken naar de werken aan de Vrijbosroute. Een investering van 2,8 miljoen euro van het provinciebestuur om de fietsverbinding tussen Ieper en Langemark en op die manier verder, want er komt ook nog een volgende fase, tot in Kortemark volledig opnieuw op punt te zetten. Bart heeft mij hier net afgezet, hij heeft ook mijn fietsje geprepareerd, zoals u kunt zien. Voilà, ik ben in goede handen en nu nog mijn gezelschap zoeken en dan komt alles in orde. Well, je ziet het nieuwe fietspad hier achter mij, geeft toe, het ziet er alvast veelbelovend uit, 2,5 meter breed, netjes in asfalt. Materiaal dat we zoveel als mogelijk proberen te gebruiken voor fietssnelwegen. En dit is een van de geselecteerde trajecten op dat netwerk van 535 kilometer. Ik sta hier half weg ergens tussen Boezingen en Langemark. De werken zijn echt al goed opgeschoten. We gaan ervan uit dat tegen juni alles klaar zal zijn. Het stukje na mij moet nog de eindlaag krijgen, verder oplichting. Langemark is het eigenlijk volledig geasfalteerd. Begin mei wordt de bruggen over de Dieperlee-kanaal en de Marsjesvaart weggehaald om dan ergens in de tweede helft van juni een nieuw brugdek te plaatsen. Dus ja, eind juni, het ziet er goed uit. Het fietspad bolt ook geweldig goed. Kleine randbemerking toch. De keuze voor asfalt die heeft toch wel wat impact op de groenstructuur, op de biodiversiteitswaarden. Het is toch wel een beetje herschapen wat hier wat waardevolle biotopen. We zullen toch wel wat aan natuurherstel moeten doen. Gelukkig is de natuur, zoals de mensen hier in de regio, best wel veerkrachtig en komt het allemaal wel in orde. Hier in Boezingen, de sluis achter mij en toch wel een heel mooi plaatje. Dus hier komt ook een vernieuwd brugdek. Wat verder hebben we een mooie rustplaats, wat historisch. Fruitbomen, een bankje erbij, de Ieperlee in beide richtingen. Dit wordt denk ik een van de absolute top rustplaatsen op onze groene assen. En nog, zoals ik zei, een beetje geduld.